Deze expositie die heet The Beauty of Imperfection. Waarbij ik 17 modellen heb gefotografeerd. En die hebben allemaal een soort imperfectie in het gezicht. En ik heb in de foto de imperfectie terug laten komen ook. En die hangen hier nu tentoongesteld. En hoe bent u op het idee gekomen om dat te gaan doen op deze manier? Nou, vorig jaar ging tijdens de lockdown ging mijn agenda leeg. En had ik wat tijd over. En dit lag al heel lang op de plank, zeg maar. En ik had Marloes al een keertje gefotografeerd bij de Harmonievereniging. En die zag ik bij de Albert Heijn terug. En toen dacht ik van, nou, dat wordt mijn eerste model. Die heb ik via Facebook benaderd. En gelukkig zei ze ja. En dat was eigenlijk het eerste model. En toen dacht ik van, nou, daar moet ik mee verder. En via Facebook heb ik toen een oproep geplaatst. En toen kwam Sandra Dannenbergen, die zei ik wil ook wel. Die had weer connecties met Tubantia. En zo is het balletje aan het rollen gekomen met een heel mooi artikel daarin. En ben ik op Radio NPO1 geweest. En toen kwamen dus steeds meer aanmeldingen ook. En hier blijft het ook niet bij, hè? U gaat dit voortzetten. Ja, zeker. Mijn doel is eigenlijk om 50 modellen te fotograferen. En daar dan zeg maar een heel groot koffietafelboek van te maken. Waarbij ik de opbrengst dan ten goede laat komen aan een stichting die zich bezighoudt met huidproblematiek. Mag ik u bedanken voor dit interview? Ja, natuurlijk. Graag gedaan. Jij bent eigenlijk het beeld van deze expositie, hè? Het paradeplaatje. Ja, zo is het uiteindelijk wel gelopen. Ja, dat klopt. Ja. Hoe is dit een beetje voor jou? Om jezelf eigenlijk terug te zien in een expositie. Ja, dat is best wel onwerkelijk. Maar het is ontzettend gaaf om met al deze meiden te laten zien dat imperfecties echt ontzettend mooi kunnen zijn. En dat je daar ook niet onzeker over hoeft te zijn. Ja. Ja, dat is een mooie streven. Ja, dit is absoluut. Eigenlijk ook een goed voorbeeld voor anderen natuurlijk. Ja, en dat is ook wel het doel een beetje, zeg maar. Ja, ja. En hoe ben jij eigenlijk benaderd? Ja, ik ben benaderd door Rob via Facebook. En toen legde hij uit over dit project dat hij foto's wil maken over verschillende imperfecties. En toen heb ik eigenlijk gelijk ja gezegd, omdat ik het heel erg belangrijk vind. En het is gewoon ontzettend tof om met al deze dames te laten zien dat anders zijn heel erg mooi is. Ja. Ja, precies. Mag ik jou danken voor dit interview? Ja, zeker. Super, dankjewel.